was een pad krokodilbrug toe, heksekant toe om uit te gaan. En toen kom ons op klomp voertuie af, wat staan en kyk, en soos dit nou maar gaan, het die ou narad uitgevind as leeuws. Daar was twee leeuws in die bosse gewees, hou kon hulle hoor, en die een het redelijk, of het direct langs die teerpad gelee. Maar die mense het op karrese dakke geklim en hulle het by die vensters uitgehang en geraas en geskree. En daar was spesifieke twee persone, drie persone in een Ford Echo Sport wat voor allemaal ingedruk het. Hulle het so hard geluide gemaakt dat die leeuw in een positie opgestaan het om gelijk het of hy wil spring. Hulle het toe vinnig gepad, maar dit was redelik chaos gewees, so dat voertuie deur die bosse gery het om voor te kom en die geraas en my opinie is, mens gaan wildtuin toe vir die ontspanning daarvan en jy het die sulke hooligans nodig om jou dag te versier daar. Ek dink net parkeraad moet baie streng optree en my gevoel is so ou sy ID nommer vat en om verband vir die rest van sy lewe uit die park uit, want hy hoort nie daar. Dis hulle terrein en jy moet dit respekteer.